Oh ja, Nederland, voor de duidelijkheid. Vandaag sta ik zonder bordje, ik sta met niks. Ik sta met niks, geen bordje, helemaal niks. Ik heb alleen het dossier bij me. Bordje, geen spanning. Ik kan ook niet zeggen dat ik aan het demonstreren ben. Maar nu komen ze niet. En dan wil ik jullie altijd de beelden laten zien van toen ze wel kwamen. Dat is, dat is al een tijdje geleden heeft dat plaatsgevonden. En toen stond ik met een bordje en met een paard. En toen zeiden ze dat dit toch staatsgevoelig is. Dat dit een object is van de staat. Ja, is goed. Dit is het gebouw, Bureau Balistraat. Waarop zwokken gaat de maf treedzielen. Kijk, de camera is weggedraaid. Kijk, zie je dat? De camera is weggedraaid, draait een rondje. Kijk, meteen, ik kom aan. Boa nummer 1 is meteen aan het observeren. Kijk, ze observeren die meneer. Zo. Ja, ik heb je op grond van wat? Voor het. Nou, op grond van artikel 8 van de politiewet, ik heb het redelijk wijs noodzakelijk voor mijn taak. Jij houdt je namelijk al enige tijd hier zonder redelijk doel bij een politiebureau. Politiebureau zijn natuurlijk plekken die politiek gevoelig zijn. Politiek gevoelig, ja, is goed. Luister, ik wil van de politie blijven. Ja, ja. Dan gaan wij verder met veel plezier. Met belangrijke dingen. Veel plezier, ik heb alles vastgelegd. Vanaf vorig jaar heb ik alles vastgelegd. Gelukkig maar. Ik leg niet nu iets vast, ik leg alles vast. Dag, doei. Later. Mij moet je vooral ID vragen. Observeren die meneer. Zo, observeren die meneer, zie je dat? Interessant, hè? The camera is watching you. Grappig, hè? Kijk, die meneer is aan het werk en de camera die is echt op hem gericht, hè? Kijk. Hij vindt het niet erg dat ik natuurlijk film. Wel grappig. Ik ga even erbij staan om te zien of die ook echt op hem gericht is. En ja, kijk echt. De camera is zeg maar zo gericht op hem. You are at work? Oké. Okay. You live here? Oké, you live here. Oké, man. You see the camera? It's watching you. Nice. Yeah, man. Because I came and I watched the camera. And I see, hey, it's pointing at you. But, you see? Yeah, it's turning. Oké, have a nice day, hè? Yeah, man. Ja, hij woont daar. Tada! Wat een mooie zeg. Ze houden zelfs de buren in de gaten. Kijk hè, met Nederland. De buurman komt aan. Die camera die richt op hem. En uiteindelijk gaat hij naar binnen. En camera, nada. Adios. Dat was een mooie, echt een mooie afsluiter van vandaag Nederland. Dus je kan zien dat die camera die meneer in de gaten houdt. En dat is dan gewoon weer het bewijs dat ze dus wel de hele tijd kijken en doen. Maar nu wisten ze even geen raad met deze meneer met capuchon op. Want ik heb ook een capuchon op, mondkapje op, ik heb alles op. En deze mensen kunnen dus helemaal niks. Boa die zit achter het scherm, daar gaan we het nog over hebben. En die gaat dan zeg maar deze bewoner gewoon in de gaten houden, want hij komt aan en hij woont hier. Ik was in de veronderstelling, ja, ik dacht dat hij aan het werk was, maar ik vind het wel grappig. Hij ging naar binnen, hele mooie voor Nederland. Daarom Nederland, het is al bekend, het was laatst nog bij AT5 op tv. En ik heb zoiets van, het kan eigenlijk niet. Niemand in Nederland zou een camera op een dergelijke plek willen hebben. Waarbij je eenmaal 24 uur in het vizier bent. Iwan Leeuwin woont op de Maarse Hof en zag opeens deze camera vlak voor zijn raam hangen. Hij voelt zich nu enorm bekeken en aangetast in zijn privacy. Die camera is gericht op mijn woning, dus ik heb geen privacy meer. Alles wat in mijn woning gebeurt, in de keuken, in de woonkamer, slaapkamer, bijna niet, maar kan men zien.
En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Dat er camera's gericht staan op mensen hun woning. Dus die camera die kijkt gewoon rechtstreeks in je woning. Die camera kan zich keren en op de eerste verdieping naar binnen kijken. We probeerden het zelf even uit. Dit zou dan het standpunt van de camera zijn. Je kijkt recht naar binnen. Na het plaatsen zocht Leeuwin direct zelf contact met het stadsdeel, maar die konden er niets aan doen. En dus nodigden wij Rob van den Hoven van Gender uit, hoogleraar privacyrecht, om dit samen te beoordelen. Ja, maar dat kan nooit op deze manier. En er is ook geen enkel overleg geweest, naar ik heb vernomen. Verder denk ik dat er te weinig gekeken is naar de aspecten van inbreuk op fundamentele rechten van de burger. Ja. De burgemeester besloot de camera's op te hangen na een aantal incidenten in de buurt. Er werden meerdere woningen op het pleintje beschoten. We zijn blij dat er een camera hangt, maar niet hier. Nee, en dit is fout. Die camera die kijkt gewoon rechtstreeks in je woning. Die camera kan zich keren en op de eerste verdieping naar binnen kijken. En dat is ook wat ze af en toe doen. Ja, en nu zie je het ook. Meneer komt aan en ze kijken gewoon, ze kijken wie aankomt. Ze kijken wie zijn woning betreedt. Dat is wat ze doen. Helemaal mooi.